Hallo, mijn naam is Ander Boezekel en in deze video wil ik met jullie kijken hoe je makkelijk CodeReady containers op je laptop kunt installeren. Oftewel een compleet OpenShift cluster om op te ontwikkelen, om op te testen, wat in één virtuele machine op je eigen laptop draait. Begin is redelijk makkelijk. We gaan naar cloud.redhat.com. Daar klikken we op de Red Hat OpenShift Cluster Manager. Die laat een lijst met alle clusters op je account. En dan doen we het knopje Create Cluster. Nou, moeten we kiezen of we een OpenShift Container Platform of Dedicated willen? Nou, we gaan voor een gewoon container platform. Dan scrollen we helemaal onderaan. En daar hebben we Run on Laptop staan. Nou, dat is wat we willen. We klikken erop. Dan komt een mooie pagina met instructies. Nou, je mag nu de video uitzetten en gewoon hier de instructies gaan volgen. Je mag ook naar mij blijven luisteren en kijken. We gaan omlaag. We pakken de download die we willen. In dit geval willen we de Linux download, libvirt, ik draai op een Linux machine. Klik je aan, sla je op. En dan wil je ook je pool secret downloaden. Dat is een bestand met authenticatie erin over hoe jouw cluster nou uit de Red Hat Registry container images mag gaan trekken. Die die best wel nodig heeft. Ook aanklikken, opslaan en klaar. Dan gaan we vervolgens naar een terminal. Ik heb hier al wat dingen gedownload. Ik heb een oudere versie gedownload en de meest recente versie. In die CRC Linux directory kunnen we naartoe gaan. We gaan naar die 1.9.0. Dan heb je wat bestandjes staan. Licentie, klein beetje documentatie en dan één executable. Die executable kunnen draaien. Die heet CRC. Eerst wat we willen zeggen is config. En dan memory. En dan hoeveel megabyte geheugen mag deze machine pakken. Nou, ik zeg 10 gigabyte. Mijn laptop heeft 16 gigabyte geheugen. In mijn ervaring is 10 gigabyte kan je een paar kleine dingetjes draaien zonder dat je out-of-memory errors krijgt. Terwijl mijn laptop ook nog geheugen heeft om voor mij een browser te kunnen renderen bijvoorbeeld. Dan moet ik natuurlijk wel set memory typen in plaats van memory. Dus noemen we config, CRC config set memory 10240. En de tweede die ik wil zetten is pool secret file. En die wijzen we naar het bestandje met ons pool secret wat we net hebben gedownload. Nou, bij mij staat die in home, wander, source, crc, pool secret. Hebben we dat gedaan, kunnen we crc gaan vertellen dat hij onze eerste virtuele machine moet gaan configureren. En dat doen we met crc setup. Die gaat wat dingen controleren. Nou, bij mij was de setup redelijk snel. Ik heb hem al een keertje eerder gedraaid. Normaal duurt het wat langer, dan gaat hij virtuele machine images uitpakken. Hij kijkt ook een aantal dingen. Zo kijkt hij of je met sudo min-min list of je wel een aantal commando's mag draaien die je wilt draaien. En hij kijkt ook of je wat actieve dingen mag doen of libvirt draait. Nou, hij draait bij mij. Nou, ik kijk naar de servers en de socket. Op mijn laptop wordt libvirt automatisch geactiveerd als mensen tegen zijn socket aan proberen te praten. Dus vandaar. Wat we nu kunnen doen dan is crc start. Het gaat onze virtuele machine starten en dat kan eventjes duren. Waarom? Hij moet de VM starten. Nou, dat is redelijk snel. En dan moet het hele cluster daar flink aantal services. Dus we gaan dit straks even vooruitspoelen. Dan zie je wat even leuker vooruit gaan. En als hij klaar is, komen we verder, kunnen we naar de console gaan kijken. Oké, daar zijn we dan. Virtuele machine is klaar met opstarten. We hebben net 3 minuten staan wachten. Niet in de film, maar ik heb 3 minuten zitten wachten. Ik heb een paar dingen op mijn scherm staan. 1. Inloggen als developer of inloggen als cube admin vanaf de command line. We kunnen gewoon dat commando zo kopiëren. Als het goed is, zegt hij dan van gefeliciteerd, je bent ingelogd. Ik zal dat wachtwoord ook even gewoon los kopiëren zonder de rest. Want hij geeft ons ook een commando we kunnen draaien, crc console. Nou, dat is een erg handig commando. Als we dat draaien zonder iets, zal hij gewoon in onze webbrowser de console voor ons gaan openen. Opent hij een webinterface voor ons, kunnen we kiezen kubeadmin. Moeten we de gebruiker kiezen, kubeadmin. Even niet dit wachtwoord hier, dat is van een vorige run. Elke keer als je een nieuwe CRC-machine maakt, krijg je een nieuw kubeadmin wachtwoord. Ik kies logon. Nou, laat hem het wachtwoord maar updaten in mijn browser.
En dan zien we dat we in de webinterface terechtkomen. We zoomen even een beetje in. En dan zitten we gewoon op een lokaal OpenShift 4 cluster op onze laptop. Nu kunnen we met dat CRC console commando nog een paar dingetjes doen. Als we min helper achter zetten, zul je zien dat je ook kunt zeggen min URL. Die print alleen maar de URL voor je OpenShift console. Of als je je wachtwoord vergeten bent te kopiëren, min credentials. En die geef je de wachtwoorden voor het developer account en het kubeadmin account. Dat was het. Een paar korte stapjes. Een beetje wachten tussendoor terwijl je images downloadt, uitpakt of een machine start. Maar daarna hebben we een CRC cluster. Wil je nou je laptop uit gaan zetten? Vergeet dan niet ook dat je de CRC machine ook kunt uitzetten met het CRC stop commando. En de volgende keer dat je hem wil starten is het gewoon weer CRC start. Even die 3 minuten wachten, maar je cluster is in dezelfde staat waarin je het had achtergelaten. Gaat de virtuele machine zomaar uit of gooi je laptop gewoon uit? Kan het zijn dat je met CRC delete, CRC create, CRC setup een nieuwe machine moet gaan maken, omdat je per ongeluk je etcd gecorrumpeerd hebt. Na die CRC stop staat de machine uit, kan die met CRC start weer gewoon gestart worden. Dus dat was hem. We hebben vanaf cloud.redhat.com gezegd dat we in de cluster manager een nieuwe OpenShift cluster willen maken. Laptop cluster. We hebben de download voor het pool secret en het image gebruikt. Image uitgepakt, CRC-commando daarin gebruikt met config, setup en start. En uiteindelijk hebben we onze cluster weer uitgezet met CRC-stop. Dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. En onthoud HCS Company voor al uw OpenShift-vragen.